Hey, daar is de slang weer. Sterf, biatch. Ik drain je. Hier, bam, in je muil. En dan dit nog een beetje van dit. En dan nog een beetje dit. Dit is echt puur copyright van Star Wars, man. Yo YouTube, Ace het hier met vandaag een nieuwe video. Vandaag spelen we een heel nieuw spel op mijn channel en dat is Elder Scrolls Online. Dus het is eigenlijk gewoon Skyrim en Skyrim Online. Het is een MMORPG, het is niet free to play, het is met Netflix. Dus ik moet elke 2 maanden 12 euro betalen. Dus ik speel met een Kaït, ik ben level 6, ik heb echt nog niet veel gespeeld. Dus ik ga gewoon spelen. Dit is eigenlijk een soort van test. Als jullie het leuk vinden om hier naar te kijken, ga ik hier sowieso een serie van maken. Want ik speel dit spel echt super graag. Het enige klote is dat ik altijd alleen moest spelen. Dus heb je ook Elder Scrolls Online en heb je een beetje hetzelfde probleem als mij, dat je het een heel leuk spel vindt, maar dat je het een beetje stom vindt dat je de hele tijd alleen moet spelen, laat dat je naam achter, dan ga ik je adden en dan kunnen we samen een beetje quests doen. Dus, ik ben een sorcerer en holy shit, het is nacht en we spelen in first person. Net als op Skyrim kan je dit spel ook gewoon in first person spelen. En ik heb geen active quests, denk ik. Nope. Dus we gaan iets moeten zoeken dat we kunnen doen. Maar ik heb ook zo... Ik denk wel dat jullie dat zien hier, dat beestje, zo die, dat ding. Ik heb ook zoiets, maar dat activeert gewoon niet bij mij. Dus ik weet niet hoe het komt. Ja, ik weet het niet. Dit spel is echt geniaal, echt. Ik heb al veel MMORPG's gespeeld. En dit spel is sowieso één van de betere. Dus als jij het ook hebt, of je hebt heel veel helden, en je zegt van, hé, ja, ik wil wel een beetje samen MMORPG's spelen met Acid, gewoon vragen en... Ja, je moet het spel ook niet kopen als je echt niks hebt om... Nou, als je echt niet graag een MMORPG speelt, moet je het gewoon niet kopen. Want dat is gewoon pure shit. Dus ik ga even een quest zoeken. Zodat wij iets nuttig kunnen doen, ja. Dus ik ga even kijken op mijn map of ik... Oh ja, nou. Ja, Dus ik denk wel dat er hier ergens nog active quests gaan zijn. Dus ik ga er even zoeken. Ik heb dus een quest gevonden en het is een beetje hetzelfde zoals in Skyrim. Dus ik klik gewoon door. Oké, ja, we gaan beginnen. Find Commander Current. Natuurlijk is dit spel niet zo dat je in elke quest 10.000 mannetjes moet doodslaan, zoals in Diablo of zo. In dit spel is het meer gewoon zoeken en ja, ook vechten, maar minder. Niet heel de tijd. Ik vind het een geniaal spel. Ik weet niet hoe het komt. Dus, we gaan hier even kijken, bla bla bla. Ja, ik lees die shizzle toch niet hoor. Direct safe is de safety, oké. We gaan deze mensen bevrijden voor het vaderland. Oké, we gaan hier praten met deze elfs. Oké, nu nog met deze jongen praten. Het leuke is dat je met andere mensen in een server zit. En je kan chatten met hen en zo, dus daarom, ja, ik vind het gewoon echt super vet. Dus nu moeten we met deze barbarian praten, goodbye. Ja, en nu moeten we hier door. En wat is er nu? Enter the cat's eye, like, why? Oké, let's go! Hopelijk kunnen we een beetje mensen doodslaan. Oké. Okay. Ah ja, ik heb heal stuff. Was ik zelf vergeten. Als ik nu mensen map, dan heal ik mezelf voor een groot stuk. Dus ik ga een beetje skills aan jullie tonen, dat jullie weten. Dus dit is een soort... Ah ja, ik moet first person spelen. Dat is veel cooler. En ik kan ook zo een beest summonen. Wacht hoor. Kijk. En dan spawn ik zo een klein ding. En die is ook wel cool. Dus even kijken of ze hier nuttige dingen bij hebben. Oké, ik zie niet direct iets dat ik kan gebruiken. Dus ik ga gewoon verder doen en een beetje mensen killen. Want ik kan ook zo mezelf healen. En dat is gewoon vet aan een sorcerer. Dat was ook zo op Skyrim. Dat als je low was met een sorcerer. Dat heel... Oh ja, wat kan hem laten exploderen. Oeh, damn. En het is eigenlijk gewoon echt Skyrim Online. Alles is hetzelfde behalve dat je... geen draken tegenkomt. Maar voor de rest is het heel dezelfde game. Heel dezelfde... Wat zeg ik hier allemaal? Het is gewoon dezelfde manier van spelen. Je hebt niet dezelfde quests of zo. Dus we gaan hier even... Oh, er is hier een dooie. Godverdamme, wat is er met hem gebeurd? Jongen. Oh. Oké, ja, we gaan gewoon praten. Oké. Complete search the tavern. Search the warehouse en search the mine. Let's go, eerst hou die doet killen, want die staan me echt niet aan. Dus gewoon dood en nu ga ik me zo healen aan. Kijk, ik ben de Sith Lord. En nu gewoon. Oh, jammer. Wat doet die? Wat doet dat wijf bij mij? Die doet allemaal bullshit. Dus 1 gold, hey. Ik ben echt een rijke tata. Oei. Is die hier aan dood gaan? Kijk, en nu kan ik Sith Lord nadoen, kijk.
Ik speel Zora mage in elk spel. Mage is altijd 100 OP's de klas. Het leukste om te spelen. En je doet weet niet hoeveel damage zonder dat je zelf ook maar een beetje damage neemt. Dus ik ga die hier nu gewoon one-shotten. Oké, let's go. Yeah, ik denk niet echt dat je een zware PC nodig hebt voor dit spel. Dus, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Mijn PC is goed. Ik heb heel erg een record met OBS. Wat ik vroeger echt niet kon op mijn oude laptop, man. Ik moest niet proberen om te recorden met OBS. En ik ga hier iets cool doen zo, denk ik. Oké, ja, dat was wel cool. Dat was zeer chill. Dus ik hoop echt dat er mensen zijn die ook Elder Scrolls Online spelen. Want alleen is het een beetje... Alleen. Waardoor... Dus het is gewoon... De meeste spellen zijn zo, hè. Altijd veel leuker als je met vrienden speelt. Maar ja... Ik heb geen vrienden die... Ik heb gewoon geen vrienden, oké. Okay. Ik leef voor YouTube. Nee, ik heb gewoon geen vrienden die Elder Scrolls Online spelen. Als er zijn die het zouden spelen... Natuurlijk dat ik dat met hun ga spelen. Dus ik ga hier nu gewoon nog even mensen zoeken. Ik denk wel dat het ook een keer leuk is om in third person te spelen. Zo, moet jullie maar zeggen wat je leuker vindt. Ik vind dat er zo een beetje stommer uitziet, weet je wel. Oké, nee. Sterf maar gewoon. Oh, jump shot. Oh man, ik vind mage zo cool, hè. Het is waarschijnlijk wel leuker om te kijken naar een barbarian, omdat je daar veel meer zo fast-paced fights hebt. Maar ik vind het ook wel vet om zo gewoon te spelen. Oh, er is hier iemand die in elkaar wordt geslaan. Oh, het is een kat. Van hetzelfde ras als mij. De manier waarop je je mannetje kan maken is ook fucking vet. Dat was echt zo zotte customize en zo. Maar ja, toen ik begon met dit spel had ik er gewoon niet aan gedacht om een video te maken. En ik was gewoon echt stom. Ik dacht van... Ja, zou ik er een serie over maken? Nou, ik weet het niet. Heb ik het spel gewoon gespeeld. Om het een beetje te leren kennen. Want ik dacht van, als ik er dat super hard is suk. En iemand van mijn kijkers is kweet nieuw pro in dat spel. Dan is het gewoon dikke vernedering voor mij. Want in het begin was ik echt slecht. Ik wist niks. En ik lees die dingen toch niet. Use O-Seals Lodestone. Oh, dit is cool. Hell yeah. Kan ik er nu in? Oh nee. Oké, het was, hij moest het uitzetten of zo. Never mind. Is er eigenlijk iemand die dingen leest? Ik vraag me dat echt af bij elk van dat spel. Hè. Zo bijvoorbeeld RuneScape, Pokémon. Zouden er echt mensen zijn die alle tekstjes lezen? Ik snap bij die. Ik doe dat nooit bij geen één spel. Ik sla gewoon altijd alle cutscenes over. Dat boeit me het allemaal niet. Meestal wil ik gewoon spelen. En zit er hier iets in? Nope. Hier. Nope, oké. Ik zie niks. Maar ik weet ook echt niet naar waar ik moet. Dus ik ga even kijken naar mijn map. Oh, kloten. Dit is een soort van dungeon. En zie, dat zijn hier allemaal andere mensen. Kijk, die zijn weer met twee. Die heeft twee. Die zijn sowieso op Skype aan het praten. Ja, nu moeten we daar. Bla, bla, bla. En ik zit hier weer helemaal alleen. Hé, Mike, er is hier niks. Er is gewoon piemels. Map. Kijk, en als ik nu naar voren zou lopen, zou er iets moeten zijn. Oh, ik ben aan het chatten. Dus, ik weet het niet. Ja, hier, ik heb het door, ik moet gewoon mensen killen. Oké, let's go. En waarom is die bitch bij mij? Ik snap het niet. Sea Viper heeft 1 gold, wauw, dat is zo zot. Hey, dit is wel cool. Kijk, wauw, mannetje is echt cool. Kijk, nu zien jullie hem goed. Hij heeft zo face paint of zo, weet ik veel. En hij is zo kat, omdat dan heeft dat speciale abilities en speciale passive als je dat mannetje hebt. Dus ik denk wel dat het vet is. Ik ben echt blij dat ik deze klas heb gekozen. Want ik heb ook zo... Ik kan unlimited time onder water blijven. Dus als ik moet zwemmen, dan kan ik gewoon 24/7 duiken. En er is hier iemand anders die iedereen killt. Oké, we gaan hier gewoon snel die quest doen. Dat ik snel mijn XP krijg. En nu gewoon daar rushen. Want ik had gezien dat er daar nog zo'n lodestone was. En damn, iedereen hier is gewoon weg. Ik ben hier zeker met 5 miljard andere players aan het spelen. Dit spel is nog niet lang uit. Dus ik denk als je nu begint te spelen, dat je nog veel andere coole dingen gaat krijgen. Omdat je dan zo een veteran bent, omdat je het al van zo vroeg speelt. Bij League of Legends is dat toch zo? Oh, level up. Hell yeah. Stand behind, bro. En kijk, nu heb ik die zo gesnared of zo. En ik poke hem nu gewoon. Kleine pookjes. Heeft hij iets nuttig bij? Die hebben echt nooit nuttige... Shizzle bij je. Altijd echt rommel. Heel de tijd. Als ik mensen loot, rommel. En daar staat iemand te chillen. Die gaat niet meer zo chillen. Beats, oké. En nu ga ik hem gewoon sitlorden. En kijken of hij natische items bij heeft. Heeft hij iets nuttig?
Oké, okay, ja, die kut voor mij heeft die geloot. Dat is zo kloot, hè. Ik kill iemand. En dan steelt die biatch hier, die Xemendius. Als iemand kijkt, Xemendius noemt, ja, blame on you. Oké. Gewoon iemand vinden, hè. Dus hier echt piemel banaantjes. Dus we gaan hier gewoon iemand... Ah ja, dat kan je ook doen. Ik kan zo blokken en slaan en dan stunjes of zo. Maar dat doet geen damage. Hé, hey, maar waarom loopt die bij mij? Die moet echt gewoon weggaan. Ik had het ook zonder haar. Dus nu moeten we gewoon doorlopen. En ik ga gewoon proberen zelf iedereen sneller te looten dan die mormel die voor mij zit. Oké? Okay? Oké, laat maar. Hij killt ze dus en daarom kan ik ze niet looten. Een echte biatch. Kijk. Oké, nu gewoon deze loadstone doen. En is hij klaar? Ja. Oh, er staat hier een groot monster. Oh, moet ik hem killen? Oké. Okay. We killen hem. Bam. Ja! Die is dood. Hey. Ja, er is iemand aan het praten tegen me. Oké. Talk to Edgix. Oké, we moeten praten tegen Elisabeth. En ik weet niet waar hij staat. Oké, daar staat hij. Ik rush er gewoon naartoe. Hop. En ik ga ermee praten. Het is een heest. Bla bla bla. Ik wil echt weten. Lezen jullie dat? Laat het zeker weten in de comments. Want ik weet echt niet. Wat heeft dat van nut als je die dingen leest? Je krijgt toch alles. Dus, oh. Oh, wat is dit? Hey, kijk. Sea Vipers. Die heb ik al een keer moeten killen. Dus ik ga die nu gewoon blasten. Oh, gewoneshot. Giant Snake. Heeft die iets bij? Nope. Oké. Okay. Hey, dit is ook wel cool. Ik denk dat ik gewoon die grote slangen elke keer ga moeten killen. Dat is wel vet. De missies zijn echt goed in elkaar en zo. Ik vind, hey, daar is de slang weer. Sterf, biatch. Ik drain je. Hier, bam, in je muil. En dan dit, nog een beetje van dit. En dan nog een beetje dit. Dit is echt puur copyright van Star Wars, man. In elk spel, hè. Ik weet niet of dat jullie Diablo kennen. In Diablo, als je mage bent, wizard, dan ben je echt ook gewoon Sith Lord. Dat is niet normaal. Stel je er de hele tijd echt zo met elektriciteit, zo... Brrr. Fucking cool. Maar Diablo is een heel raar spel. Ik weet niet, dat spel is nul skill. Is gewoon play to win. De persoon die het meeste speelt is dus gewoon het sterkste. En ik denk dat dat hier de laatste is die we moeten doen. En dan zijn we klaar. Escape to ritual site. Hey, er staat er zo'n stormstave. Kan ik die killen? Doe ik damage op die biatch? Ik denk het niet, want ik moet weglopen. Escape from the ritual site. Oké. Okay? Hey, ik doe wel veel damage op hem. Hij is dood. Hell yeah. Ik heb daar zijn niet gedaan hoor. Ik zat gewoon van een afstandje te poken. Dus we gaan hier nu gewoon even weggaan. En ik heb geen stamina meer. Maar daar heb ik iets voor. Oké, okay, we hebben het gebruikt. En nu heb ik gewoon weer stamina drankje, denk ik. Ja, mijn stamina drankje werkt gewoon niet. En jawel, nu kan ik gewoon blijven sprinten. Ja. Dat is zeer schoon. Oké, okay, ik moet hier weggaan. Ja, dat was een valletje. Het is de grote sprong op VTM. Ik ben juist van de 10 meter gesprongen in de flikvlak. Oké, okay, dus met wie moet ik hier nu praten? Met Razum daar. De namen in het spel zijn echt geniaal. Ik weet niet waarom. Kijk zijn kapsel. Oeh, is mooi. En het oorbellen en zo'n echte swaggerboy. Dus wanneer ik praten met hem. Oh, we zijn klaar. Oké, okay. Complete quest. So what now? What place? I'll do it. Can I ask you before? What do you ask? Ik klik altijd gewoon op random dingen. Oké. Okay. Ik ben een nieuwe quest begonnen. Maar die ga ik straks doen. Want ik moet nu eigenlijk weg. Ik moet naar mijn oma gaan eten en zo. Dus vinden jullie het leuk om dat te kijken? Doe dan zeker een duimpje omhoog. En laat weten in de comments of jullie meer willen. Want ik weet eigenlijk niet of dat jullie dat interessant vinden om dat te kijken. Misschien vinden jullie dat gewoon echt super kloten. En denken jullie van, hey dude, stop gewoon. Het is echt fucking saai. Dus dan stop ik daar natuurlijk mee. En dat is een zwaard. Maar waarom zou ik als mage een zwaard gebruiken? Hij ziet er wel cool uit. Hij ziet er echt cool uit. Maar waarom zou ik een zwaard gebruiken als mage? Dat is een beetje... Nee, dat is veel te stom. Dat is echt stomme... Het is die, ja. Het is die dat ik moet gebruiken. Ik ben een wizard. Geen barbarian. Maar dus, doe zeker een duimpje omhoog als je het leuk vindt. Want ik weet het zelf niet. Tuurlijk vind ik het leuk. Ik speel het. Maar als jullie dus willen dat ik meer laat, dat zeker weten in de comments. Ik zie jullie morgen weer. Dan waarschijnlijk komt de giveaway online. Wie heeft gewonnen. En ja, ik zie jullie morgen. Adios.